Een moord in Den Bosch op klaarlichte dag. En daarvoor moeten we terug naar vrijdag 29 januari 2010. Vorig jaar dus. Toen werd Quincy Marcun op straat doodgeschoten. En ondanks een uitgebreid politieonderzoek zit de zaak muurvast. Tot vandaag hopen we, want we kunnen een vermoedelijke dader op bewakingsbeelden laten zien. Op de oude Engelense weg in Den Bosch, recht tegenover de Brabanthallen, zit koffieshop Expresso. Op 29 januari 2010, rond 3 uur 's middags, gaat Quincy Marcun daar even wat roken. De 38-jarige Quincy zit er wel vaker. Wat te roken halen. Oh ja, wat heb je roken? Oh, daar gaan we weer. Hallo, Quinten. Een kwartiertje later, rond 3:15, belt een kennis hem op. Hij gaat naar buiten om ongestoord te kunnen bellen. Terwijl hij belt, stopt een grijze Renault Velsatis voor de deur. Blijkbaar kent Quincy degene in de auto. Zeuren wat je wil, maar als ik het niet wil geven, dan krijg je gewoon niks. De man uit de auto richt meteen een vuurwapen op Quincy. Pak je van kinderen, oh, ik ga je me nou drijven. Ik wil helemaal geen geld hebben, wat is dit nou? Quincy is kansloos en sterft vrijwel meteen. Ja, en aan de andere kant van de lijn hoorde Quincy's kennis dus live dat hij werd doodgeschoten. Ja, Peter, jullie zetten echt alles op alles om deze zaak op te lossen. Ja. Het was midden op straat, die schietpartij. Ja. Dat heeft er ook uiteraard mee te maken. Precies, want juist op die locatie aan, die oude Engelse weg, dat is een van de drukste plaatsen zo tegenover de Brabanthallen in Den Bosch. En er liepen op dat moment ook ouders met kinderen. En het had dan ook niet veel gescheeld of er hadden misschien nog meer slachtoffers gevallen. Nou, dat is voor ons natuurlijk nog een reden om te proberen die schutter gewoon zo snel mogelijk te vinden. Nou loopt het onderzoek in deze zaak al ruim een jaar. De zaak zit echt muurvast. Mm-hmm. Er zijn toch al wel mensen aangehouden in die tijd? Ja, al heel snel. 3 dagen na de liquidatie kon er al iemand worden aangehouden in Parijs, omdat hij verdacht werd van betrokkenheid in deze zaak. En daarna zijn er nog 2 mensen aangehouden. Die blijven wel verdachten in deze zaak, maar we hebben ze inmiddels wel weer moeten laten gaan. En we weten eigenlijk wel zeker dat er mensen zijn die precies weten wie er nou achter de liquidatie zit en wat het motief is. Maar als we nu geen nieuwe tips krijgen, dan is de kans heel groot dat die zaak gewoon onopgelost het archief in verdwijnt. Ja, zover is het natuurlijk nog niet, want we hopen uiteraard op de gouden tip vandaag. Laten we het eens over het slachtoffer hebben. Wat was Quincy voor iemand en waarom zou iemand hem dood willen hebben? Nou, Quincy Marcun was een man van 38 jaar. Hij is geboren op Curaçao, maar heeft het grootste deel van zijn leven in Nederland gewoond. Hij was lasser van beroep. Hij was wel werkeloos, maar hij had ook vrijwilligerswerk. En daarin probeerde hij jongeren van straat te houden in de bossenwijk De Hambaken. Nou ja, hij was een bekende van ons, maar juist de laatste tijd probeerde hij zijn leven wat te beteren. Zo vlak voor zijn dood heeft hij ons ook nog een melding gedaan dat er vanuit het huis waar hij woonde in verdovende middelen werd gehandeld. En we houden er toch rekening mee dat juist die melding een van de redenen geweest kan zijn dat Quincy zijn leven heeft gekost. Werd Quincy misschien vermoord omdat hij met de politie had gepraat? Van de schutter werd dit gezien. Hij was 20, 25 jaar oud, circa 1,75 meter lang. Een donker getinte man, mogelijk Antilliaans.
en had een normaal postuur. Hij droeg een donkere jas met daaronder een capuchon. En daaronder een zwarte pet met cap, een spijkerbroek. Ja, en een van de mogelijke daders die staat op bewakingsbeelden. Ja, dat denken we wel, want de auto waarin hij reed, dat is een grijze Renault Velsatis met kenteken 49LDDK. Die is diezelfde avond teruggevonden en op die plek is een soortgelijke auto door bewakingscamera's gefilmd. En hier zien we dan die auto boven in beeld. Een Renault Velsatis rijdt om 3:18, dat is vlak na de liquidatie, de parkeerplaats op de Oude Vlijmenseweg op. Daarna loopt een man, mogelijk de dader of één van de daders, in de richting van de Oude Engelenseweg. En die auto, die was netjes afgesloten en dat is natuurlijk wel opmerkelijk. We weten wie de eigenaar is van die auto, maar die werd te pas en te onpas gebruikt. Door anderen, maar door wie precies? En dat willen we natuurlijk heel graag weten. Wie er in de weken voor de moord, dus voor 29 januari, gebruik heeft gemaakt van die grijze Renault Velsatis met het kenteken 49LDDK. Wie reed er in die auto en wie herkent deze man of heeft hem toen gezien? Belt u dan nu met de tiplijn? Ja, nou is het al meer dan een jaar geleden, maar toch hopen jullie dat zich nieuwe getuigen melden. Ja, dat klopt. Want we hebben onder andere ook gehoord dat er een half uur voor de moord op Quincy een ruzie is geweest. Dat is dus tussen 2:30 en 2:30. En die ruzie was bij een cafetaria, het Zand in Den Bosch aan de Bosdijkstraat. En dat was een ruzie tussen twee Antilliaanse mannen. Dat is vlakbij de plek waar Quincy is doodgeschoten. Daarbij zijn ook klappen gevallen. Mogelijk heeft dit met de moord op Quincy te maken en was Quincy misschien wel één van die twee mannen. Nou, mensen die nou meer van die vechtpartij weten of getuigen daarvan zijn geweest, ja, die moeten ons echt bellen. Nou zijn er waarschijnlijk ook nog mensen die de liquidatie hebben gezien en die jullie nog niet hebben gesproken. Nee, precies. En nou, om even een geheugensteuntje te geven, die vrijdag 29 januari is het 's avonds juist heel erg hard gaan sneeuwen. Nou, we weten van andere getuigen dat een donker getinte vrouw tijdens de moord bij Pizzeria Europa aan de Oude Engelenseweg in een onverstaanbare taal heeft geschreeuwd naar het slachtoffer en of naar de dader. Dat weten we dus niet precies. Nou, met die vrouw willen we natuurlijk wel heel graag in contact komen en ook met een wat oudere man. Die reed in een grijze Toyota Yaris en die is langs de schietpartij gereden. Dat was een man van een jaar of 60 met een dikke snor en kort grijs haar en hij droeg een blauw werkjasje. Nou, dat kan een hele goede getuige zijn, deze man, want hij heeft toch het kenteken van de auto van de schutter opgenomen en dat via een andere getuige aan ons doorgegeven. Het was die dag behoorlijk druk, dus mogelijk zijn er nog veel meer getuigen. Ja, het was heel druk op die dag, want het was de eerste dag van een evenement in de Brabanthallen. En dat ging over kamperen en recreëren. En mogelijk hebben bezoekers van die beurs iets gezien van wat voor dit onderzoek dus echt van belang kan zijn. Misschien hebben ze filmpjes gemaakt, misschien hebben ze foto's gemaakt zelfs van de schietpartij zelf of van het onderzoek daarna. Er is de politie en justitie alles aan gelegen om de moord op de 38-jarige Quincy Marcuun op te lossen. En daarom heeft de hoofdofficier van justitie in Den Bosch een beloning van 20.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt naar de oplossing van deze zaak. U kunt uw tips doorbellen naar de gratis tiplijn 0800 60 70, maar ook als u liever anoniem wilt reageren, dan kan dat op 0800 7000. En wilt u misschien met iemand van de CIE spreken, dan is daarvoor het nummer 079-345-8999. En kijkers in Curaçao, die kunnen bellen de tiplijn op 8666-221 of eventueel anoniem op 108.